Buurtbewoners van de Roosendaalse wijk Westrand hebben zich donderdagavond laten horen op een raadsbijeenkomst. Zeven bewoners deden op emotionele wijze hun beklag over het hostel voor drugsverslaafden... dat het college wil plaatsen aan de Wouwseweg. Ook vinden zij dat er al een beslissing is genomen voordat er kans is op inspraak. Wethouder Kees Jongmans verklaart dat deze locatie alsnog geschrapt kan worden. Maar de gemeente wil iedereen in Roosendaal ervan overtuigen dat het stuk aan de Wouwseweg de beste locatie is.